Jullie komen uit Zeeland, uit Middelburg om precies te zijn. Hoe lang zijn jullie inmiddels bezig als crew? Als crew sinds 2004. Afzonderlijk zijn we al sinds 97 bezig met hip-hop, zeg maar. Maar echt, 2004 zijn we echt... Official, ja, dat was toen met al. Werken jullie sinds 97 al samen of is het eigenlijk gegroeid in die jaren? Dat is gegroeid, zeg maar. We hebben afzonderlijk shit gedaan. Ik zat eerst bij een andere lokale hip-hop groep. Hij was ook lokaal bezig met zijn ding. En we kenden elkaar altijd al, weet je, van de Zeeuwse hip-hop scene. Maar op een gegeven moment was ik gewoon echt hard op zoek naar beats. Hij was ook tussen projecten in en toen, weet je, hebben we gewoon connected en besloten om shit samen te doen. We're on the eve of destruction, like a beast with a conscience. I'll beat you unconscious, wanna see you bleed in a marsh pit. It's kinda sick, cause Nostradamus was seen as a prophet. Doesn't take a genius to see that world war free is upon us. Feel Armageddon is coming, hardly any discussion. Darkness is spreading, you'll be a carcass dead in the coffin. The puppet master, change your point of view like fucking glasses. And nobody really gives a fuck until something happens. En heb jij als Mr. Morbid heb je al wat dingen uitgebracht? Ja. Vertel daar eens wat meer over. In 2004, ik had echt mad veel verses. Ik had geen beats, ik was echt hard op zoek naar beats. Toen kwam ik gewoon echt puur per toeval kwam ik Monologue tegen. Hij liet me beats horen in zijn computer, ik was gelijk verkocht. Weet je. Ik had zoiets van, damn, dit is die duistere shit die ik nodig heb voor mijn verses. Zeg maar. Toen zijn we hard gaan werken aan de eerste EP, de Dead Babies EP. Gewoon die duistere underground hip-hop shit. En toen is het heel snel gaan lopen. Voordat we het wisten waren we alweer bezig aan de tweede CD, The Reaper. Global Sickness kwam daarna, veel collabos met gasten uit het buitenland en shit. Dus toen is het gewoon, in de stijgende lijn begonnen en shit. Dus, en nu official to my army, weet je, gewoon. And then it's too late, it's doomsday. You're left with a broken neck and a blue face. Or chopped up in a suitcase. This ain't no fictional shit. They plan a microchip to your crib. Reality is twisted and sick. Dat is wat over die Amerikaanse samenwerking die jullie tot nu toe zijn aangegaan. Op Global Sickness hebben we shit met een gast uit New York gedaan, Judge Cryptic. Redelijk groot in heel die underground scene daar zo. Hij hoorde onze shit via necrohiphop.com, de message board, zeg maar, daar posten we vaak op. Hij hoorde die shit en hij wou een track samen maken. Sindsdien hebben we volgens mij iets van 5 tracks samen gedaan, zeg maar, voor zijn albums en voor onze shit. Ook op de Global Sickness hebben we samenwerking met Al Tarba, dat is een Franse producer. Franse Cats, MC Sad Vicious doet er ook op mee. En we zijn inmiddels ook bezig met gasten uit Amerika, die heet de Bloodline. Die hebben ook shit met Gore-Tex, onder andere dat soort shit gedaan. Dus we zijn hard bezig om de shit te spreiden, weet je, worldwide. Illuminati ain't no urban legend. They murder presidents to make sure that perverted pestilence was still spreading. This shit is for my real brethren to stay righteous. Try to slay vipers, the reason that they fight us is because they ain't like us. Cause greed is their only motive. Disagree, explain that to the people whose hopes they stole in America. Zionists keep building their settlements and they wonder why they hate it from Europe to Pakistan. Je laat de naam Necro vallen, Gore-Tex. Dan leg ik de link met Uncle Howie. Non-fiction, ja. Die hele stroming. Ja, precies. Zien jullie jezelf een soort van, ja, ook dat jullie een soort onderdeel uitmaken van die movement, of zien jullie dat zelf zo niet? Nee, ik zie het persoonlijk anders, zeg maar. Ik ben altijd geïnspireerd geraakt door duistere shit, zeg maar. Ik ben eerder geïnspireerd door iemand als Big L, die in 91 al de track Devil's Son opnam, zeg maar. Hij was zo zijn tijd vooruit met gewoon duistere shit, terwijl hij gewoon wel echt lyrical, echt hard kwam, zeg maar. Dus wat dat betreft ben ik denk ik daar het meest op beïnvloed. Tuurlijk, ik luister ook naar Necro Non-Fiction. Dat is logisch dat je die shit dikt. Omdat hun ook, zeg maar, hun houden ook van death metal, dat soort shit. Dat is bij mij ook het geval. Dus dan leg je die link inderdaad snel. Maar we zijn nu, sinds we toen mijn army hebben gevormd, zijn we een beetje een andere kant op gegaan. Meer de politieke shit, persoonlijke shit. En nog steeds morbid shit, want dat zal het altijd blijven. Weet je, morbid for life en toen mijn army, weet je, life is war. Wat is voor jullie belangrijk om harde lyrics te spitten of om ja, hele rauwe beats te gebruiken? Ja, het beide, gewoon het complete product. Echt het rauwe tekst in combinatie met rauwe beats, zodat mensen het gewoon gelijk aanpakt. Ja, het blijft gewoon wat hij zegt, blijft Mr. Morbid. Het was ook in het begin Mr. Morbid, Dead Babies, EP, The Reaper, echt hele duistere producties. Global Sickness ging wel een beetje meer toe naar wat... Ja, wat producties ook met andere stijlen. En ja, nu toen mijn naam echt volledig militant. Echt zware beats. Ja,
Life is War, War shit. Ja, toch. Ook wat meer de politieke kant op. Ja. Ik bedoel, wat kunnen we dan verwachten? Kunnen we dan echt Engelse lyrics verwachten op de situatie in Nederland? Of trek je het echt global? Ja, of? Ik trek het echt global inderdaad. Het is meer, ik word ook geïnspireerd door gasten als Immortal Technique, dat soort shit. Het is gewoon inderdaad, ik kijk gewoon naar wat er gebeurt in de wereld. En weet je, zeg maar, als MC waar je veel mee bezighoudt, dat komt in je lyrics, zeg maar. En daardoor ben ik altijd begonnen met die duister morbid shit. Dat hielp me toen heel erg bezig en shit. En nu ben ik meer mijn shit aan het verbreden. Dus ik focus meer op politiek. Weet je, de daily struggle die iedereen doormaakt en shit. Misschien is het iets positiever geworden als vroeger, maar dat is alleen maar, weet je, dat is alleen maar goed. Maar het zal altijd morbid zijn, want als je naar de politieke situatie van de wereld kijkt, die is morbid, weet je, het is duister. Het lijkt net alsof de derde wereldoorlog gaat uitbreken, weet je. Dus het zijn morbid tijden, dus wat dat betreft, weet je, is die shit gewoon, sluit aan op de hedendaagse samenleving, zeg maar. Zijn er ook nog enige lichtpuntjes onderwerpen? Absoluut. Nou ja, het is zeg maar, omdat we in het begin begonnen zijn met die morbid shit, dat is altijd wel een beetje blijven steken. Ook gewoon de collabos die we doen, zijn vaak wel met wat duistere gasten, zeg maar die Bloodline die ik net noemde, een gast Suicide, weet je, dat soort shit. We hebben een track gedaan met een Franse metalcore band, Out for the Count, weet je, we gaan alle kanten op, zeg maar, wat dat betreft. We hebben op zich een brede muzieksmaak, dus. Maar het is inderdaad, duister zal het altijd blijven. Of nou qua beats is of onderwerpen, we houden gewoon van die duistere shit en dat zul je altijd terug horen. Arrogant battle players are pissing the world off. And it ain't helping Iraqis, those people are worse off than before. Ook over buitenlandse samenwerking, ik bedoel, hoe volg jij het in Nederland van wat er gebeurt? Want er zijn best wel veel groepen die nu ook best wel die duistere kant belichten en ook die rauwe kant op gaan. Ja, ik vind zelf tegenwoordig dat er zo weinig Engelstalig hiphop wordt gemaakt. Dat irriteert me best wel. En ja, ik zeg maar, ik persoonlijk kies er niet voor om in het Nederlands te spitten of shit te doen met gasten die in het Nederlands spitten. Omdat wij focussen best wel op gewoon de globale hiphop scene, zeg maar. Gewoon wereldwijd. We krijgen ook, vreemd genoeg, de meeste props uit het buitenland, zeg maar. Dus daar focussen we dan ook op, weet je. We krijgen veel props uit Amerika, Canada, Engeland, dat soort shit. Dus ja, dan is het logisch dat je inderdaad die kant op gaat. Ik bedoel, ik houd het wel allemaal in de gaten, zeg maar, het Nederlandse hiphop scene. Maar ik hoop dat weer dat een soort terugkomst van de Engelstalige, weet je, gewoon boom bap, hip-hop shit, dat die terugkomt, zeg maar. Dat. Now they started the birth of a war that was spread across the planet, but my words are ignored. The new world order, these days is like a police state. They'll have your body disposed of in a deep grave. You doze off to be a cheap slave to their brainwashing techniques. They ain't gonna. The new world order, these days is like a police state. They'll have your body disposed of in a deep grave. Ik kan me voorstellen, ik bedoel, ja, we wonen met z'n allen in Nederland. Maar in Nederland gebeuren ook gewoon de meest gekke dingen ook op dit moment natuurlijk. Duidelijk. Dat je, ja, is het dan toch niet gek dat je toch niet dat soort onderwerpen ook aanhaalt? Dus dat je toch focust op je leefomgeving. Ja, dat is zeg maar, de globale situatie is zeg maar hier ook aan de gang in het klein, zeg maar, zo zie ik het. Zeg maar, weet je, heel die angst voor terrorisme en dat soort shit, dat zie je overal terug, zeg maar. Dat is begonnen in Amerika en dat vloeit hier gewoon over, zeg maar. Dus in principe, de onderwerpen waar ik het over heb, weet je, conspiracy theories, dat soort shit, dat kun je ook op Nederlands niveau bekijken, zeg maar. Hier heb je ook de Bilderberg groep en dat soort shit, weet je. Ik bedoel, de Illuminati zit overal, weet je, wat dat betreft. Is dat trouwens ook echt een thema wat je ook echt specifiek aansnijdt? Ja, dat is een van de thema's waar ik veel mee bezig ben. Gewoon de Amerikaanse politiek, de vele oorlogen die bezig zijn en de motieven daarachter, zeg maar. Daar ben ik veel mee bezig. Het is een shady wereld, weet je. En daarom, omdat ik ook inderdaad die morbid shit belicht, kies ik de meest duistere onderwerpen die er in de politiek nu zijn. En het is een behoorlijk duistere tijd, dus wat dat betreft focus ik daarop, zeg maar. Do you really think the Warren Commission wasn't a way to cover up the dirty core of the system that was slaughtering your children? What I mean by that is they will plant bombs in a building filled with innocent civilians because war is their mission. If there's not a conflict, they'll be sure to create it. That's why you fall for the statements when martial law is debated. They claim they want to keep you safe, but I save on you. When they discuss the possibilities, they may harm you. Ik ben persoonlijk wel best wel politiek bezig. Maar dan gaat het meer de kant op van het Palestijnse conflict, zeg maar. Daar ben ik heel veel mee bezig. En daar
probeer ik ook af en toe vrijwilligerswerk voor te doen. Dus wat dat betreft ben ik wel politiek betrokken bij bepaalde dingen. Maar het is niet, zeg maar, ik probeer ook niet te preken in mijn lyrics, weet je. Ik probeer iets aan te snijden, iets over te brengen als mensen die shit diggen, dan is het cool. Als ze het er niet mee eens zijn, is het ook cool, weet je. Ik bedoel, dat is de kracht van hiphop, weet je. Als mensen shit voelen, dan krijg je sowieso props, weet je. En dus in mijn persoonlijke leven ben ik wel veel mee bezig. Maar het is, we zullen nooit, weet je, ik zal nooit een fucking politieke partij gaan oprichten of wat dan ook, weet je. Want ik zie de corruptie zo diep in de politiek dat ik daar niet eens aan zou beginnen, weet je. Dus ik hou het gewoon op street level, zullen we zeggen, weet je. Gewoon voor de pieps, weet je. Maar zien jullie bijvoorbeeld ook niet, stel dat er een hele grote demonstratie is? Ja, ik bedoel, ik ben op zichzelf wel zo politiek geëngageerd, zullen we maar zeggen, met het Palestijnse conflict, dat ik dat die zou me best wel bij zo'n demonstratie ooit een keer kunnen zien. Maar het is niet dat ik dan echt als Mr. Morbid van To My Army daar ben. Dan ben ik meer gewoon als wie ik ben, zeg maar. Ben ik daar als persoon. Ik zal dan niet mensen gaan, weet je, proberen te overtuigen met mijn tracks of wat dan ook, weet je. Ik bedoel, als mensen het willen horen, is het cool. Maar gaat het niet een stuk sterker zijn om op zo'n demonstratie gewoon, ja, als een hiphopgroep daar gewoon te gaan staan en gewoon te zeggen van, nou, dit is mijn visie van het verhaal. Ja, ik sluit het niet uit, weet je. Ik bedoel, als ik ooit gevraagd zou worden voor zoiets, ik zou er op zich zeker down mee zijn. Maar het is inderdaad, het moet een wisselwerking zijn, weet je. Als Mono de down mee is, dan is het cool, weet je. Maar uiteindelijk is onze To My Army shit, de hiphop die we maken, is het belangrijkste. En we doen het voor hiphop heads first, zeg maar. En als we andere mensen ermee kunnen bereiken, is cool, weet je. Dat is alleen maar mooi meegenomen. This shit on 9/11 was coming. You really think they give a fuck about the devil, your cousin? And now it's spreading to London, Madrid. Terrorists coming, so start running. Might as well put your head in the oven. It's all death and destruction, cause they want you to panic. I know my fucking enemies, they wanna conquer the planet. Je bent ook een liefhebber van metal, zeg maar. Ja, klopt. Ja, in hoeverre komen die invloeden terug in de tracks? Je hoort af en toe wel referenties naar death metal bands, weet je. Vooral in mijn oudere shit, die meer gore shit, zeg maar, hoor je af en toe referenties naar dat soort dingen. En inderdaad, bijvoorbeeld de collab die we laatst hebben gedaan met de Franse metalcore band Out for the Count. Waar trouwens, exclusive shit, Twin Gambino van de Infamous Mob doet daar ook een verse op. Dat is, daar ben ik zeer blij mee. En die shit, volgens mij komt het album deze zomer uit, Out for the Count. Hun maken echt van die rauwe shit, gewoon metalcore shit. Dus ik spit op echt rauwe metal riffs, zeg maar. Dus wat dat betreft. En we hebben nog een collab met een andere gast. Die gast die in een Nederlandse trash metal band zit, Outburst. Die heeft ook shit met ons gedaan. Dus het is, weet je, we proberen het af en toe te verwerken. Niet te veel. Ik wil geen heel, weet je, prefix voor def-achtig album drop of zo, weet je. Dat zul je maar, zul je ons niet zien doen. Only step into the room when you speak of the devil. Archangel deep in a battle like Syrian rebels. What? What? It's about to fucking drop now. What? It's about to fucking drop now. Het was een grote stroming in Nederland. Zijn er al ideeën om bijvoorbeeld ook met een metal band te gaan optreden? Nee, is nooit echt concreet geworden. We hebben wel eens wat aanbiedingen gehad, zeg maar. Maar het is, zeg maar, de metal scene en hiphop scene hebben zeker overeenkomsten. Maar er zijn ook nog behoorlijk wat grote verschillen, zeg maar. En het wordt niet, de beide scenes tolereren elkaar niet altijd even goed, zeg maar. En dus wat dat betreft. En we hebben ook niet echt behoefte om per se dat publiek aan te spreken. The new world order, these days is like a police state. That have your body disposed of in a deep grave. You doze off, you'll be a cheap slave. To their brainwashing techniques, they ain't gonna get. The new world order, these days is like a police state. That have your body disposed of in a deep grave. Jullie zijn dan bezig met het album Life is War. Klopt. Wanneer verwachten jullie dat uit te kunnen gaan brengen? En hoe? We zijn heel hard bezig om het de zomer inderdaad van 2007 uit te brengen. Het zal geen zomerplaat worden, God. Nee. Het zal geen zomerhit worden. Nee, het is inderdaad, zeg maar, we zijn hard bezig. We zijn een aantal tracks opnieuw aan het opnemen, dus we hebben wat vertraging opgelopen. Maar zoals het nu eruit ziet, hopen we binnen een paar maanden in ieder geval een concreet Life is War album te hebben, weet je. Daar kun je ook de bekende shit verwachten, weet je. Politieke shit, persoonlijke shit. Natuurlijk zal er wat morbid shit op terechtkomen. Het is een mix van alles, zeg maar. Maar dus hou je ogen en oren open voor die Life is War shit, weet je. To My Army.